saying that if you want extraordinary results, you have got to put in extraordinary effort. Average effort produces average results. And let's face it, nobody ever changed the world by being average. Now, I can already hear some of you thinking, but what about work-life balance? What about taking time for myself? And those are valid questions. But let me ask you this, what are you balancing against? Are you truly living? Or are you just existing? Are you pursuing your passions, or are you just going through the motions? When you are truly passionate about something, when you are working towards a goal that excites you, that fills you with purpose, it does not feel like work. It feels like life. And that's the kind of balance we should be striving for. You know, one of the biggest mistakes people make is underestimating the power of small, consistent actions. They think that success requires big, dramatic changes. But the truth is, success is built one day at a time, one action at a time. It's the little things you do every day that add up to big results over time. It's the extra hour you put in when everyone else has gone home. It's the book you read instead of watching TV. It's the healthy meal you prepare instead of ordering takeout. These small actions might not seem like much at the moment, but over time they compound, they build momentum. And before you know it, you have made significant progress towards your goals. But here's the key. You have to be consistent. You cannot just do it when you feel like it or when it's convenient. You have to do it every single day, regardless of how you feel. That's where discipline comes in. Discipline is doing what needs to be done, even when you do not want to do it. It's pushing through the resistance, overcoming the inertia, and taking action even when every fiber of your being is telling you to stay in bed. Discipline is what separates the successful from the unsuccessful. It's what turns dreams into reality. And the good news is, discipline is a skill that can be developed. The more you practice it, the stronger it becomes. Too many people are waiting for the perfect moment to start living their dreams. They are waiting for everything to line up just right before they take action. But let me tell you something, that perfect moment will never come. Life is happening right now, and it's not going to wait for you to get ready. Every day you wait is a day wasted. Every excuse you make is an opportunity lost. And before you know it, years have gone by and you are still in the same place wondering where the time went. But it does not have to be that way. You have the power to change your life starting right now. It all begins with a decision to stop making excuses and start taking action. Success leaves clues. If you look at any successful person, you will find that they all share certain traits. They are disciplined, they are focused, they are persistent, and above all, they are willing to work harder than anyone else. Now, I'm not saying it's going to be easy. In fact, I can guarantee you that it's going to be hard. There will be times when you want to give up, when you feel like you cannot go on. But those are the moments that define you. Those are the moments when you have to dig deep and keep pushing forward. Most people live their lives on autopilot. They wake up, go to work, come home, watch TV, go to sleep, and then do it all over again the next day. They are comfortable, but they are not growing. They are existing, but they are not living. If you want to achieve extraordinary success, you have to be willing to live differently. You have to be willing to do the things that others will not. That might mean getting up earlier, working later, or giving up some of your leisure time. It might mean facing your fears, taking risks, or putting yourself in uncomfortable situations. But let me tell you something. The discomfort of growth is far better than the pain of regret. The temporary pain of discipline is nothing compared to the lasting pain of missed opportunities. Remember, diamonds are formed under pressure, steel is forged in fire, and character is built through adversity, so embrace the challenges. Welcome the obstacles, because each one is an opportunity for growth. You know, I have met a lot of people in my life who had all the potential in the world. They were smart, talented, and full of ideas, but they never achieved the success they were capable of. And do you know why? Because they were not willing to put in the work. They wanted success, but they were not willing to pay the price for it. They wanted the rewards,
but they were not willing to make the sacrifices. And in the end, they settled for mediocrity, always wondering what could have been. Do not let that be your story. Do not let your potential go to waste. You have greatness inside of you, but it's up to you to bring it out. Now, I know what some of you are thinking. You are thinking, but I have tried before and failed. What makes this time any different? And that's a fair question, but let me ask you this. Did you really give it your all last time? Or did you give up at the first sign of difficulty? Failure is not the opposite of success. It's a part of success. Every successful person has failed many times. The difference is they did not let their failures define them. They learned from them, they adapted, and they kept moving forward. Thomas Edison famously said, "I have not failed. I have just found 10,000 ways that will not work." That's the Yes, Timmy's. Goedenavond. Leuk dat jullie er allemaal bij zijn. Je zag zo net op YouTube een motivatiefilmpje van Jim Rohn. Jim Rohn is een van de allergrootste motivational speakers in het network marketing business. Ik raad u aan om heel veel filmpjes van hem te bekijken, podcast te beluisteren. Want dat is echt iets dat mij altijd heeft geholpen om mij te boosten naar de next level. Heel vaak, wanneer ik naar zijn filmpjes of podcast luister, dan krijg ik echt heel veel inspiratie en motivatie om echt nog groter te worden met deze business. Ondertussen zijn we iets meer dan 5,5 jaar bezig en nog steeds blijven we groeien in deze business, nog steeds blijven we nieuwe dingen leren. En opgeven is het enige dat niet bestaat. Als iets niet goed lukt, of als je voelt dat je ergens gefaald hebt, dat is enkel een hele, hele goede leerschool om gewoon nog beter en nog sterker te worden in deze business. Alles is een leerschool. En het enige dat je niet mag doen, is opgeven. Maar gewoon proberen om de draad terug op te pikken, om opnieuw dingen bij te leren en te zoeken waar dat je jezelf kan gaan verbeteren. Vandaar dat ik jullie ook op deze call heb gebracht, omdat ik toch de afgelopen jaren heel veel feedback heb gekregen en zelf heel veel heb ondervonden, hoe moeilijk het soms is om je klanten op te volgen. Hoe moeilijk het soms is wanneer dat je nieuwe businesspartners hebt of wanneer dat je zelf nieuwe klanten opvolgt, dat je soms gewoon niet goed weet wat dat je moet doen. Of dat je soms gewoon vergeet om je klanten op te volgen. En wanneer nieuwe mensen in jouw business starten, kennen zij vaak nog helemaal niks over de business. En het kan zijn dat zij misschien wel een paar klanten opstarten met het voedingssysteem. En dat die klanten eigenlijk een beetje verloren lopen. Jij kent ook niet al die mensen, dus het is voor jou ook heel moeilijk om met onbekende mensen zomaar contact te gaan leggen. En daarom hebben we eigenlijk een nieuw concept gelanceerd vandaag. En dat is eigenlijk een soort chatrobot die voor jou al het werk gaat doen. We hebben eigenlijk een chatrobot gemaakt die jouw klanten eigenlijk gedurende een tweetal weken, iets meer dan tweetal weken, volledig gaat opvolgen. Eigenlijk een opstartsysteem gaat geven, waarbij dat jouw klant automatisch toegang krijgt tot de Facebookgroep, tot de WhatsAppgroep, het voedingsschema zal krijgen, als ook het foodbook zal ontvangen. Daarnaast hebben we eigenlijk een hele leuke challenge achter de rug. In augustus hebben we een super succesvolle 14-daagse detox challenge gelanceerd, die echt heel, heel goed is verlopen. En waarbij dat enkele van ons team, zoals Julie, Haske, Berdien en Christine
en nog een paar andere mensen heel veel energie hebben gestoken in deze challenge. Ze hebben hele mooie content gecreëerd. Ze hebben een superleuke footbook uiteraard gecreëerd. En ze hebben een fantastisch 14-daagse following-up systeem gemaakt. Dat systeem gaan we eigenlijk gaan toepassen in de toekomst naar al onze klanten toe. Waarom? Heel veel klanten begrijpen gewoon niet wat dat ze moeten doen met voeding. Ze krijgen een voedingsschema, maar ze begrijpen eigenlijk helemaal niet wat dat eiwitten, vetten, koolhydraten zijn, hoeveel water dat ze moeten drinken, hoe dat ze etiketten moeten leren, wat eigenlijk gezonde voedingsstoffen en ongezonde voedingsstoffen zijn. En daarom hebben we gewoon simpel een linkje gecreëerd waarop iedereen kan klikken. En vanaf dat ze op die link klikken, in een automatisch systeem terechtkomen waarin ze dagelijks een paar berichtjes gaan krijgen. Niet veel, maar toch belangrijke tips. Ze komen eigenlijk in een automatisch chatbot-systeem terecht. Wanneer ze zich aanmelden, krijgen ze ook nog een keer binnen de 24 uur, als alles goed verlopen is met het systeem, een foodbook doorgemaild. Maar in die chat zelf gaan ze ook onmiddellijk het foodbook en het voedingsschema kunnen downloaden. Dus ze moeten maar gewoon op de knop klikken. Ze komen rechtstreeks naar hun Google Drive terecht. Ze krijgen het schema te zien en ze kunnen gewoon met één klik op de knop het schema volledig downloaden en komt in hun gsm of computer terecht. Daarnaast gaan ze dan echt gedurende 14 dagen lang informatie krijgen. Er wordt ook vermeld dat ze in hun account hun pakket kunnen traceren, dat ze de UPS-app moeten downloaden en dat ze ook nog eens een instructiefilmpje krijgen waar ze hun pakket kunnen traceren als ze het binnen de 2 à 3 werkdagen niet hebben ontvangen. Want ik merk nog altijd mensen die bijvoorbeeld na een week of na 2 weken sturen: ik heb nog altijd mijn pakket niet ontvangen. Dat klopt niet, want uw pakket moet al 2 dagen of na 3 dagen geleverd zijn. En dan is het teken dat ze niet thuis waren en dat het pakket geleverd werd bij een afhaalpunt van UPS of bij de buren. En sommige mensen vergeten zelf echt dat ze een periodieke bestelling hadden aanstaan en zijn de datum uit het oog verloren. En hun pakket ligt soms een maand lang of 2 weken of 3 weken lang ergens te wachten. En achteraf wordt dat dan teruggestuurd naar Isagenix, omdat die klant het was vergeten ophalen. En dan krijgen ze een mail van Isagenix: we hebben uw retour goed ontvangen. En dan zeggen ze: ik heb niks geretourneerd. Ik ben altijd aan het wachten op mijn pakket. Dus in die follow-up systeem krijgen ze ook nog een keer informatie hoe dat ze hun pakket kunnen traceren. En daarnaast krijgen ze ook nog een instructiefilmpje hoe dat ze zelf hun abonnement kunnen aanpassen. Hun abonnement kunnen wijzigen. Aanpassen van datum, aanpassen van producten, uitschakelen of zelf weer aanschakelen. Welke voordelen dat ze hebben wanneer dat ze met een abonnement gaan. Je weet of je weet niet, maar wanneer klanten met een abonnement opstarten, krijgen ze altijd gratis verzending bij de eerste levering. En wanneer dat ze een herbestelling plaatsen met een abonnement, krijgen ze vanaf €192 terug opnieuw gratis verzending, maar ook de beste prijs. En heel veel klanten weten dat gewoon niet. Die gaan gewoon op hun account, die klikken op bestelling plaatsen, kopen nieuwe producten en betalen eigenlijk 10, 15% meer dan dat ze eigenlijk recht op hebben. Kijk, in België is ondertussen thuisgekomen van Turkije en ze heeft daar een pakketje collageen goed ontvangen. En voilà, ze is al een unboxing aan het doen. Dus dat is eigenlijk het plan. Dus we gaan zo dadelijk een link delen in de groep. Via die link kan je zelf ook je aanmelden voor het chatbot-systeem en kan je zelf eens ondervinden hoe dat allemaal verloopt. Uiteraard willen we wel benadrukken dat hier heel veel werk in gekropen is, zowel naar Berdina team toe als naar mijzelf toe, dat we heel veel werk hebben gestoken in niet alleen het creëren van die foodbook, maar ook het ontwerpen van die chatbot. Die chatbot alleen kost mij maandelijks bijna €100. Enkel alleen al om die chatbot te kunnen gebruiken, kost dat €100. Jullie hoeven daar helemaal niks voor te betalen, maar wees daar ook wel ergens dankbaar voor dat je die hulp krijgt van ons. Ik en Berdien
zijn hier de langsten ondertussen, en Chili ook, zijn hier de langsten momenteel in dit team die met Agendex bezig zijn. Wij hadden helemaal niks. Wij hadden geen coachen of uplines die ons alles aanleerden of ons tools gaven. We hebben alles zelf moeten maken. We hebben alle presentaties en trainingen, Okay. tools gemaakt. En jullie kunnen daar echt gebruik van maken. Dus het zou ook heel fijn zijn mocht je er goed gebruik van maken en het ook niet zomaar verspreiden openbaar aan andere teams enzovoort. Want ja, daar kruipt toch wel heel veel werk in. Plus, wij betalen daar ook voor en we houden dat liever binnen ons eigen team. Nogmaals, jullie kunnen er gratis gebruik van maken, maar weet dat dat toch allemaal samen heel veel geld kost. Alle tools en presentaties die we maken zijn echt heel waardevol. Dus dat is iets waar dat we je toch willen op benadrukken. En ook sowieso een dikke dankjewel willen zeggen aan iedereen die altijd meewerkt aan alles. Voor presentaties en templates en content en webinars en footbooks te maken. Want daar kruipt toch wel heel veel werk in. Ondertussen hebben we ook onze chatbot Tamara teruggelanceerd. Chatbot Tamara, voor de mensen die hem nog niet kennen, is eigenlijk een onboarding systeem voor business partners. Dus wanneer dat je een business partner opstart, ga je de link doorsturen van Tamara. Dat is ook een chatlink, dat zal ik straks ook delen. En dan gaat Tamara, jouw business partner, de komende 10 dagen eigenlijk gaan onboarden. Die gaat jouw business partners allemaal informatie geven, toegang geven tot de leerschool, templates doorsturen voor social media campagnes. Dus die gaat ook een pakket kunnen downloaden met allemaal fotomateriaal die ze kunnen gebruiken op social media. Daarnaast gaan ze ook een voorbeeld zien om 3 flyers van zichzelf te maken, waarbij dat ze eigenlijk uitleggen hoe dat je met hen kunt samenwerken met deze online business. Wanneer ze daar gebruik van willen maken, zullen ze zien dat ze de opdracht krijgen om 3 foto's van zichzelf door te sturen, waarbij dat wij dan die foto's zullen bewerken in een flyer en dat ze die flyer dan kunnen gebruiken op social media te delen. Meld u zelf ook nog een keer aan met de chatbot Tamara, en dan zal je zien waarover ik het heb. De board is ook veranderd, want de board was vroeger gratis, maar dat is niet meer gratis. Vroeger hadden wij ook 1 account die iedereen van het team kon gebruiken, want de board moet je natuurlijk ook betalen. Maar we hadden vaak het probleem dat mensen in de board van alles gingen gaan wijzigen, waardoor al het werk wat we erin staken altijd werd gewist door mensen en wij volledig opnieuw telkens moesten beginnen. Dus wat hebben we gedaan? We hebben eigenlijk in het leerplatform en in de chatbot Tamara vermeld dat iedereen de boards kan downloaden en zichzelf moet registreren en zelf een account moet aanmaken. De eerste 30 dagen hebben ze dan een gratis account. Ze kunnen dan zelf 30 dagen lang testen hoe de Boards-app werkt. Ze kunnen ook tevens alles wat op de Boards-app staat downloaden en opslaan op hun eigen gsm als ze die nadien niet meer willen gebruiken. Maar willen ze die wel gebruiken, dan kunnen ze eigenlijk gaan kiezen om een abonnement te nemen bij Boards om daar blijvend gebruik van te maken. Ze kunnen dan ook zelf Boards maken, dus zelf eigenlijk hun eigen mapjes maken met hun informatie die ze willen gebruiken. Uiteraard krijgt iedereen de boards die wij hebben gemaakt via een link doorgestuurd. Dus vanaf dat iemand de boards app heeft gedownload, zich een account heeft aangemaakt, dan zal die een link krijgen via Tamara om de boards die wij hebben gemaakt toe te passen in hun boards op de GSM. In de leerschoolmodule heb ik, module 2, heb ik vandaag een zeer kort trainingfilmpje geüpload, waarbij dat ik toon hoe dat de Boards-app werkt, plus instructiefilmpjes van het bedrijf Board zelf, hoe dat je eigenlijk Boards volledig kan gaan installeren op je gsm en volledig zelf kan gaan aanpassen en dingen kan gaan gebruiken. Wat we vanaf nu ook gaan doen, is eigenlijk telke malen wanneer wij iemand toevoegen in de Healthy Lifestyle groep,
hen gaan verwelkomen in de welkomsttekst. Dus de welkomsttekst die staat bij uitgelicht en die staat hier. Als je daarop klikt, dan ga je zien dat er een welkomsttekst staat. Enerzijds staat die link van die chatbot hier. Wanneer mensen daarop klikken, gaat automatisch de chatbot opengaan. Ik zal het zo ook even voortonen. En dan gaan ze vanaf dan het foodbook ontvangen, het voedingsschema ontvangen, de follow-up systeem ontvangen. En dat gaan we een komende tijd gaan testen. Vanaf dat jullie feedback hebben, vanaf dat jullie feedback krijgen van klanten, gelieve mij dat ook door te spelen. En dan kan ik eigenlijk de chatbot elke keer gaan upgraden, aanpassen, uitbreiden en zaken veranderen. Stel dat je ergens een fout ziet staan, of je ziet iets dat misschien anders kon verwoord worden of kan aangepast worden, laat het mij ook weten. Dan kan ik het ook onmiddellijk gaan aanpassen in het systeem. Hierin staat ook nog eens de link van onze chatgroep, maar die wordt ook nog gedeeld via de chatbot. En wat doen we dan? We gaan eigenlijk onze klant gaan verwelkomen. Hoe doen we dat? We klikken hier en we gaan bijvoorbeeld eerst apenstaartje doen en dan de naam intikken van de persoon die je hebt toegevoegd. Uiteraard moet je wel eerst die persoon hebben toegevoegd of die persoon moet wel al in de groep zitten, anders gaat het niet lukken. Je klikt add. En dan bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, Barbara. Welkom in onze groep. Gelieve bovenstaande tekst even te lezen, want daarin zal je de link zien staan om jouw foodbook te ontvangen. Na 2 à 3 werkdagen zal je jouw pakket hebben ontvangen. Gelieve mij dan even een seintje te geven. Ja, even aanpassen. Seintje te voilà. Dus als we dit telkens gaan toepassen, zowel jijzelf als jouw team dat aanleert om te doen, dan ga je ook merken dat jouw klanten echt veel meer info gaan krijgen en veel meer gebruik gaan maken van de groep, waardoor dat jij minder stress zal hebben om jouw klanten op te volgen, maar dat je er zeker van bent dat jouw klanten alle informatie gaan krijgen. Dus de link staat hier. Wat gebeurt er als we op die link klikken? Dan ga je zien dat Messenger automatisch open gaat. Ik kan het hier nu niet tonen. Ik ga een keer kijken of dat ik het hier heb staan. Ik heb er vandaag al mee gechat. Voilà. Dus ik heb vandaag de chatbot geopend en je ziet dat de chatbot automatisch berichten begint te sturen. Deze is ondertussen al aangepakt. Waarbij dat ze op een knopje moeten klikken, Let's Rocket. E-mailadres moeten invullen. Dan krijgen ze via mail het foodbook nogmaals doorgestuurd. En dan gaan ze eigenlijk berichtjes beginnen ontvangen. Hieraan kunnen ze al het foodbook en het voedingssysteem gaan downloaden. Ze kunnen klikken of dat gelukt is of niet. Als het niet gelukt is, dan krijg ik een melding en dan kan ik ingrijpen en met die mensen verder gaan praten en hun helpen om de foodbook te downloaden. En dan gaat eigenlijk de chat verder. Kunnen ze zich toevoegen aan de Facebookgroep, aan de chatgroep en gaan ze eigenlijk alle belangrijke informatie beginnen krijgen. En zo gaan ze dag per dag eigenlijk wat info krijgen. En vanaf dag 3 gaan ze echt dagelijkse voedingstips krijgen en opdrachtjes krijgen die ze moeten uitvoeren om eigenlijk ervoor te zorgen dat ze goed bezig zijn en goed op weg zijn met hun voedingssysteem. Ik zal die link ook nog even delen straks in de groep, maar jullie kunnen die zelf hier ook terugvinden.
De chatbot Tamara zal ik ook nog even delen. Dat is via WhatsApp. Als je dan op die link klikt via WhatsApp, ga je zien dat er een berichtje staat start. Wanneer dat je op verzenden klikt, dan gaat eigenlijk de chatbot van start gaan en ga je gedurende 2 weken of 10 dagen ongeveer elke dag een berichtje krijgen met belangrijke informatie over de business. Ik heb deze maand verschillende keren, vorige maand eigenlijk, een paar mensen gehad die mij gevraagd hebben of dat we niet terug de Facebookgroep van vroeger konden gebruiken, waarin ook altijd alle informatie terug te vinden is van onze business. Vroeger, voordat we de leerschool hadden, hadden wij eigenlijk ook een Facebookgroep waarbij dat alles over de business daarin terug te vinden werd. En wanneer dat wij een Zoom-call hadden, dat die altijd live gestreamd werd in die Facebookgroep en dat mensen de Zoom-call-training altijd konden herbekijken via die Facebookgroep. Als je daar graag gebruik van wilt maken, dan kan je jouzelf daaraan toevoegen en mensen uitnodigen. Dat noemt de Action Takers groep. Ik zal de link ook doorsturen. En bij de Action Takers groep, maar ik ga dat weer volledig upgraden en aanpassen. Ga je eigenlijk ook allemaal gidsen terugvinden. Een beetje gelijk onze leerschool. Staat ook een hele leuke bootcamp om ervoor te zorgen dat jouw business laat groeien. Zoom call trainingen, Penny app enzovoort staat daar ook nog in. Foto's, materialen die je kan gebruiken. Catalogussen. Belangrijke info zoals het boek van Eric Worre, scripts en nog andere zaken. Receptenboekje van Isagenix zelf, allemaal recepten met afbeeldingen, noem maar op. Dus als je zegt van ja, ik wil daar graag gebruik van maken, dan kan je jezelf straks toevoegen aan deze groep. Ik deel het in de groep en dan kan je er zelf ook mensen aan toevoegen. De komende tijd gaan we dan deze Facebookgroep volledig updaten en kijken om elke teamtraining hierop te uploaden en in een gids te steken. Zo is het voor mij gemakkelijk telkens wanneer dat we een Zoom call training geven, dat die automatisch geüpload wordt in de Facebookgroep en dat ik achteraf geen werk meer heb om dingen te gaan downloaden en te uploaden, wat altijd wel heel wat tijd in beslag neemt. Dus dat is eigenlijk om het wat gemakkelijker te maken en in de Facebookgroep eigenlijk ook heel snel gemakkelijke zaken kan teruggevonden worden. Zijn er mensen die vragen hebben? Zijn er mensen die zeggen, ik vind dat wel tof wat je gaat lanceren, ik wil daar zeker gebruik van maken? Of zijn er mensen die zeggen van, ik ga daar geen gebruik van maken, liever niet, geen probleem. We maken deze tool eigenlijk voor jullie. Jullie kiezen zelf wat je ermee doet. Ik denk dat het zeker meerwaarde zal zijn voor uw klanten. Want uw klanten gaan sowieso 14 dagen lang elke dag tips krijgen. Ook al gebeurt er iets met jou, of ben je ziek, of ga je op reis, of heb je even geen tijd om met uw klanten bezig te zijn. Je weet dat ze eigenlijk alles ontvangen wat ze moeten ontvangen. Wat dat we ook gaan toevoegen aan de chatbot zijn workouts. Gilles heeft destijds hele leuke workouts opgenomen die je van thuis uit kan doen. En we gaan eigenlijk die workouts ook gaan delen met de klanten. Ze krijgen de optie of dat ze workouts willen ontvangen. Als ze op ja klikken, dan gaan ze dan ook eigenlijk een paar dagen lang elke dag één workout ontvangen die opgenomen is geweest door Gilles. Daarnaast hebben we ook een PDF-file met een overzicht van alle oefeningen die ze dan ook nog een keer kunnen uitprinten. En zo gaan we eigenlijk de chatbot stilletjes aan laten groeien en verbeteren naarmate wij feedback krijgen. Wat doen we met de klanten die al bezig zijn? Ik zou ze sowieso die link doorsturen. Stuur het al maar door. Zeg tegen de klant: kijk, we hebben een nieuwe chatbot ontwikkeld om jullie beter te ondersteunen en te coachen. Laat ze maar aanmelden. Waarom? Vanaf dat ze aangemeld zijn, dan komen ze eigenlijk ook in een file terecht. Op het moment dat Isagenix een actie zal lanceren, hè, binnenkort dus,
gaan we gemakkelijk die promoties kunnen doorsturen naar die mensen. Stel nu dat jij iemand in je team hebt die bijvoorbeeld 30 of 40 klanten heeft ingeschreven, maar je kent die allemaal niet. En jouw businesspartner stopt met de business, dan zijn die klanten wel nog altijd bereikbaar van jou. En dan kunnen wij, wanneer er een actie is of een promotie is, die mensen toch een berichtje sturen, zonder dat je ze kent. En dan ben je je klanten ook niet kwijt, want jij zelf kan ze niet benaderen, want je kent ze niet. Maar toch zullen ze op de hoogte gehouden worden van alle leuke promoties en acties die er zijn. Wat jouw business zal beschermen en toch steeds zal zorgen dat jouw klanten herbestellingen plaatsen wanneer dat ze bepaalde acties ontvangen. Ook wanneer dat we bijvoorbeeld een nieuwe challenge organiseren, kunnen wij gemakkelijk de klanten een berichtje sturen van zou je graag willen deelnemen aan de nieuwe challenge? En ze kunnen dan zelf op ja of nee klikken. En zo kunnen ze zichzelf snel uitnodigen om deel te nemen aan de nieuwe challenge. Dus dat gaat echt helpen dat uw klanten veel langer klant blijven en dat uw klantenbestand veel langer beschermd zal blijven. Dus even herhalen, we hebben een link voor onze klanten op te starten. We hebben een link om onze businesspartners op te starten. En we hebben nog onze Facebook-pagina en groep die we terug gaan heractiveren en terug gaan updaten. Die drie linkjes zal ik straks ook doorsturen in de chat. Maak er gebruik van en test het zelf eens uit en kijk eens wat je ervan vindt. Stuur mij zeker feedback als je denkt dat er zaken moeten aangepast worden of moeten verbeterd worden. De vorige training hebben we het gehad over eigenlijk ons netwerk te gaan uitbouwen. Ik ga een keer kijken. Ja, ik ga best ondertussen iets doen. We hebben eigenlijk jullie geleerd of ja, meegedeeld hoe dat je jouw Facebookgroep of jouw Facebook-netwerk kan gaan vergroten. Door eigenlijk elke dag 10, 20 mensen te gaan toevoegen die je helemaal niet kent, of misschien zelf oude schoolkameraden te gaan toevoegen als vriend. Dan ik hier even een peiling doen. Tegenwoordig kunnen heel veel met Zoom. Pum, pum. Zo. Oké. Ik ben eens benieuwd wie dat de opdracht van vorige keer heeft uitgevoerd. Zo. Dus normaal gezien, als alles goed gaat, heb je nu een poll zien verschijnen op Zoom en kan je erop klikken. Dus ik ben een keer benieuwd wie dat eigenlijk de opdracht heeft uitgevoerd. Want de opdracht was om ervoor te zorgen dat je 5000 vrienden hebt op Facebook. Velen hebben misschien maar 400 mensen op Facebook of 500 mensen op Facebook, terwijl dat je gratis onbeperkt mensen, alleen onbeperkt is een groot woord, maar tot 5000 vrienden kan gaan toevoegen op Facebook. Zoals ik vermeld heb, heeft Barbara zelf zo haar grootste businesspartner ooit gevonden, Evelien uit Nederland, via Facebook. En ze kennen elkaar niet. Ze heeft die een berichtje gestuurd via de training van Fraser Brooks. En ze heeft een enorm, enorm groot team onder haar uitgebouwd. Ik weet nog dat Berdien in vorig jaar via Facebook Halima heeft kunnen opstarten met Hafida. En samen met Hafida en Halima een gigantisch groot team heeft uitgebouwd vorig jaar. Via Facebook. Dus een onbekende persoon heeft kunnen benaderen. En eigenlijk via Facebook zo een sterke business heeft kunnen uitbouwen. Waarvan de dag van vandaag nog steeds mensen actief de business bouwen. En ik zie dan er maar 3 mensen zijn van de 11 die eigenlijk de opdracht van vorige week hebben uitgevoerd. Wij kunnen jou alle tools geven, wij kunnen jullie alles leren over de business. Maar als je die opdrachten niet uitvoert, zal je helaas nooit echt groeien in deze business. En ik snap dat het voor vele mensen
een vreemd verhaal is om onbekende mensen te gaan toevoegen en een berichtje te sturen. Maar eenmaal jouw eigen netwerk op is, dan is het gedaan. En dan ga je geen klanten niet meer vinden of geen businesspartners niet meer kunnen aantrekken. Terwijl wanneer je gebruik maakt van social media, elke dag altijd mensen kan blijven benaderen om te starten met jouw business. Want uiteindelijk zitten jullie op deze call omdat je graag deze business wil uitbouwen. Wie weet, heb je wel een droom om meer geld te gaan verdienen of 10 keer per jaar op reis te kunnen gaan of jouw eigen baas te kunnen ontslaan of op vroeg pensioen te kunnen gaan of jouw kinderen net wat meer sportkampen te laten doen of 1000, 2000 of misschien zelfs 20.000 euro per maand kan gaan verdienen. Maar dat zal alleen maar lukken wanneer dat je stappen onderneemt. Het gaat niet uit de lucht vallen, eerlijk gezegd. En social media is een heel gemakkelijke tool. En dan nog, ik kom net terug van Turkije. Belgen en Barbara waren getuigen. Ik spring in het zwembad. Ik zie daar een Nederlandse dame met haar moeder in het zwembad zitten. Ik vraag aan haar, ben je al vaker naar Turkije geweest? Zegt ze, nee, het is de eerste keer dat we naar Turkije komen. Ik vind het wel een superleuk hotel. En ja, ben blij dat ik een keer op vakantie kan gaan. En ik zeg, ah, super, wat doe je exact van werk misschien? En hoeveel keer per jaar kan je op vakantie gaan? Zegt ze, ja, ik ben kapster, ik kan 1 keer per jaar op vakantie gaan. Ik zeg, ah, dat is wel leuk, een leuk beroep, kapster. En je bent van Nederland? Zegt ze, ja, ik ben van Nederland, van Amsterdam. Ik zeg, ah, tof, ik heb heel veel mensen in mijn team zitten die in Nederland wonen. En onmiddellijk vroeg ze mij, wat voor werk doe je misschien? En ik zeg, ja, ik heb een online business waarbij dat we met een fantastische collageen werken en met heel veel kappers en beauty salons samenwerken. En zij deze collageen kunnen verkopen aan hun klanten zonder dat ze zelf een grote stok moeten investeren. Op 5 minuten tijd had ik een persoon die interesse had om op te starten met onze business. En in het echt praten met mensen is veel moeilijker dan via social media. Waarom? Je hebt altijd een barrière. Je bent beschaamd of je durft niet of je weet niet hoe dat je moet starten. Maar het is eigenlijk zo eenvoudig. En hoe doe ik het op social media? Dat ga ik ook even tonen. Eigenlijk is het echt super eenvoudig. Ik zoek mensen die ik niet ken, maar die voor mij een leuk profiel hebben. En wat stuur ik? Ik stuur elke keer opnieuw hetzelfde berichtje. Hey Larissa. Graag sturen we je een berichtje. We zijn een healthy and beauty concept met een fantastische collageen. Om meteen met de deur in huis te vallen, zijn we op zoek naar ambassadeurs die graag met onze collageen willen samenwerken. Ben jij een ambitieus persoon en zou je wel graag iets willen bijverdienen? Ze zegt, klinkt interessant. Ik heb een kapsalon en dit is voor mij heel interessant voor mijn vrouwelijke klanten. Uit het niks heb ik die gevonden. Gewoon gratis op Instagram. En geloof mij, dit berichtje sturen is super eenvoudig. Copy-paste, copy-paste, copy-paste. Ze is van Limburg. Ze heeft mij haar telefoonnummer gegeven. En ik heb via WhatsApp alle informatie doorgestuurd wat ze nodig had. Nu ben ik haar aan het opvolgen of dat ze de informatie heeft kunnen bekijken. Hier hetzelfde. Hey Enya, graag sturen we u een berichtje. Sorry, ik zie het nu pas omdat het tussen mijn verzoeken stond. Klinkt heel leuk. Ik vraag, heb je de website al eens kunnen bekijken? Want ik stuur altijd de link door van ons collageen. Ze zegt, ja, heb er even een kijkje op genomen. Nu ben ik aan het wachten totdat ze terug antwoordt. Vandaag opnieuw een berichtje. Hey Janne, aan vrijdag, sorry. Zeker en vast. Ik stuur, wie ben je? Ben benieuwd naar jou. Ben je veel bezig met beauty en social media? En zou je het leuk vinden om van thuis uit een inkomen op te bouwen van op je gsm? Waarom wil je juist graag ambassadrice worden? Ben veel bezig met beauty, social media. Ik zou het leuk vinden om jullie te helpen nog groter te worden.
Ik voer momenteel nu al promotie voor 3 andere merken. Voilà. Dan stuur ik. Wij zijn op zoek naar mensen die met ons bedrijf willen samenwerken en vooral die iets willen bijverdienen. Je krijgt een eigen webshop waarop mensen kunnen bestellen en jij daar iets zal op verdienen. Telkens wanneer klanten volgens vrienden die via jouw link onze product aankopen, verdien jij 20% commissie. En we gaan jou alles leren. Je krijgt van ons alle tools in huis om hiermee een business op te bouwen. Wanneer past het voor jou om een videocall in te plannen? En zo kan je eigenlijk constant blijven verder werken. Als we kijken naar mijn chatlijst. Dan zie je dat ik dag in dag uit deze berichtjes stuur. Super interessant. Het is al lang een droom van mij om met social media te werken. Super fijn dat je me hiervoor stuurt. Ik ken helaas het product niet. Eerlijk gezegd, mensen, gemakkelijker dan dit bestaat niet. Want het is gewoon een copy-paste verhaal. En heel veel mensen hebben misschien schrik om die stap te nemen en ze beginnen in paniek te raken wanneer dat iemand reageert van ja, ik wil luisteren. En dan raken ze in paniek en dan zeggen ze, ik durf niet verder antwoorden, want misschien gaat die persoon nee zeggen. Dat is net waar dat ik op zoek naar ben. Ik wil zoveel mogelijk nee's ontvangen van de mensen. Waarom? Omdat ik dan nog beter word in mijn gesprekken. Dan ga ik nog meer de pijnpunten van mensen ontdekken waarom dat ze niet met ons van start willen gaan. Zo kan ik mijn gesprekken verbeteren, aanpassen en fine-tunen. Ik durf mij gelijk wie van de wereld praten. Waarom? Ik heb geen schrik om te verliezen. Want ik had niks ervoor en ik kan niet lager vallen dan van waar dat ik kwam. Ik kende die persoon al niet, dus ik kan die alleen maar beter leren kennen en een gesprek op uitvoeren. In het allerslechtste geval zegt de persoon: ik blokkeer u. Maar so what? Er zijn 7 biljoen mensen in de wereld. En in België alleen al zijn er 11 miljoen inwoners. Stel u voor dat het 1% van die inwoners in jouw team kan hebben. En als je denkt, dat is onmogelijk. Ik heb na 5 jaar meer dan 20.000 mensen in mijn team. Ik zie hier zelf Bart en Marloes zitten op de teamcall, ook net nieuw opgestart. Barbara kende Marloes helemaal niet. Ze stuurt naar Marloes: hey Marloes, ken je ons collageen al? Heb je interesse om met ons eens te bellen? Zegt ze: hey, superleuk, ik heb een beauty salon. Ik wil wel luisteren, ik zit in het noorden van Nederland. Barbara, ideaal, noorden van Nederland, we hebben daar bijna nog niemand. Heb je zin om eens te praten? Marloes zegt: ja, tuurlijk. Ze springt op de videocall, ze krijgt alle uitleg. Nu, vandaag zit ze op de call. En ze start met onze business. Via social media. Noorden van Nederland is ver voor ons, hè? Dat is 3 uur rijden. We zijn helemaal niet naar het noorden van Nederland gegaan. Maar een simpele knop op Instagram, berichtje verstuurd. En zo bouw je een team uit. En het is met vallen en opstaan. Soms zal je denken van, ik durf niet en ik ga mijn account privé zetten en ik ga geen onbekende mensen sturen. Maar dan is deze business niks voor jou. Want waarom zou je je account privé zetten? Ik heb niks te verbergen. Dan zeggen ze ja, maar ze kunnen dan dingen privé zien van jou. Maar dat is social media. Social media is net dingen delen met je vrienden. En als je zegt. Ja, maar ja, ik wil mijn account privé hebben en ik wil enkel met de mensen werken die ik heb. Oké, dan kan je het volgende doen. Wat kan je dan doen? Eigenlijk naar je account gaan. Kan ik kijken of dat ik het kan tonen van mezelf. Als het nog open staat. Oké, ik heb vandaag gedeeld, een repost gedeeld van Laura. Daar juist gedeeld. Ik heb hier. Een uurtje geleden dat gepost. Ik heb hier 134 kijkers die ernaar gekeken hebben. Ik kan al die berichten één per één een berichtje binnen. Al die mensen één per één een berichtje binnen sturen. Dit zijn mijn volgers. Ik hoef niet beschaamd te zijn, want ze volgen mij al. En dan kan je gewoon die mensen een berichtje sturen. En eigenlijk gewoon exact hetzelfde doen wat ik al altijd gedaan heb.
En dat is zo eenvoudig. Dus wat is de volgende taak voor de komende week? De taak van vorige week afwerken. Want 3 van de 11 mensen hebben, 3 van de zoveel mensen hebben die taak gedaan. Dus jullie hebben nog heel veel werk aan de winkel. Dus je gaat gewoon naar Facebook en je begint mensen toe te voegen als vrienden, totdat je 5000 vrienden hebt. Je stopt niet totdat je aan 5000 vrienden zit. Dus elke dag 20, 30 mensen toevoegen en verspreid het 's morgens een beetje, 's middags een beetje, 's avonds een beetje. Je gaat de berichtjes sturen, gelijk dat ik doe op Instagram, maar doe je ook op Facebook. Barbara zal straks nog een keer in de groep delen welk berichtje zij heeft doorgestuurd naar Marloes of naar Evelien eventueel, zodat je het gewoon kan kopiëren en plakken. En het is geen geheim wat dat ik doe. Het is gewoon heel simpel. Ik klik een naam aan, ik stuur een berichtje en ik wacht op een antwoord. Wat doe ik ondertussen terwijl ik wacht op een antwoord? Ik ga naar hun profiel, ik ga 3 of 4 foto's liken en ik stuur hen een berichtje. Hey, superleuk foto. Ik heb je een DM gestuurd om eventueel een leuke samenwerking aan te gaan. Laat je mij iets weten als je mijn berichtje hebt ontvangen. That's it. Dan weten ze, oeh, die heeft mijn berichtje gestuurd. Ik ga eens kijken bij mijn berichtverzoeken, want ik heb het niet zien staan. En dan zeggen ze, hey Dominique, je stond bij mijn berichtverzoekjes. Ik had het niet gezien. Superleuk dat je mij hebt gestuurd. En het staat niet op hun voorhoofd af te lezen of dat ze wel of geen interesse hebben. Geen vooroordelen hebben. Niet ervan uitgaan dat ze het nooit niet gaan willen doen. Integendeel, ga ervan uit dat die persoon het meer dan ooit gaat willen doen. Want ergens op deze wereldbol lopen er nog zoveel mensen zoals ons die heel graag deze business willen doen. Dus bij deze training gaan we je die zaken toepassen. Ik deel zo dadelijk de linkjes door van de chatbots, de Facebookgroep. En ik wil dat je in de action-takersgroep de komende dagen een screenshotje doorstuurt dat mijn mensen aan het connecten bent. Een overzichtje van, kijk, ik heb vandaag 20 mensen een berichtje gestuurd. Ik wacht op een antwoord. Of ik heb iemand die een berichtje stuurt, ik weet niet wat ik nu moet zeggen. Help me, guys, wat moet ik nu zeggen? Sorry voor mijn Hens, maar ik hoop dat je mij begrijpt. Maar als je zegt, ik loop vast, ik weet niet wat ik moet doen, ik ben bang, ik ben beschaamd, ik sla tilt. Vraag het gewoon in de groep en we zijn er om jullie te helpen. Morgen zitten wij in Amerika, dus wij vertrekken morgen naar Amerika. De celebrations zijn aan de gang. Er gaat een hele leuke actie eraan komen deze week. Dus vanaf dat we nieuws hebben, gaan we jullie dat laten weten. En we zullen af en toe wat filmpjes doorsturen van het event, dat jullie zelf van thuis uit kunnen meegenieten hoe leuk het daar is. Ik wens jullie sowieso een super fijne avond toe. En let's rock. Ciao, ciao.